Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Van het westen uit komt een dik wolkenpakket onze kant op. Eerst kan het nog wat opgeklaard zijn in het oosten van het land met een klein beetje zon, maar de bewolking wint. En van het westen uit komt er ook neerslag het land binnen in de loop van de ochtend. Er zou wat natte sneeuw tussen kunnen zitten en langzaam maar zeker breidt die neerslag zich naar het oosten uit in de middag. En dan gaat het ook allemaal wat verpieteren. De activiteit gaat eruit, maar er kan nog altijd een klein beetje natte sneeuw vallen op sommige plaatsen. Echt wit worden zal het waarschijnlijk niet. Het wordt een graad of drie en de wind is hard langs de kust, windkracht 7 en in het binnenland vrij krachtig. Vanavond neemt de wind af, er kan nog een druppeltje regen vallen, maar het wordt geleidelijk aan droog. Het blijft aan de bewolkte kant en de minima in de nacht liggen waarschijnlijk boven het vriespunt. Morgen wordt het 5 tot 7 graden met af en toe zon. Het is een droge dag met een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Wolkenvelden die gaan geleidelijk aan wel weer overheersen in de loop van de dag. En woensdag is het dan weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vrij hoge temperaturen, 8 of 9 graden wordt het bij een matige zuidelijke wind. Vanaf donderdag is het dan af en toe weer wat zon, maar het blijft wel wisselvallig, met ook elke dag kans op regen en vrij hoge temperaturen donderdag lokaal zelfs 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.